Goedemorgen. Hebt u al gestemd? Nog niet. Hoeft nog niet vandaag, hè? 4 juni toch wat? Gestemd? Ik ben net wakker. Nee, ik heb nog niet gestemd. Ja, maar ik bedoel de dorpenderby. Oh, ja. Uiteraard. Gosje mikken. Ja, natuurlijk. Kom op. Oh ja, dat wel, ja. Ja. De dorpenderby, ja, daar heb ik op gestemd. Ja, zeker. Ja. De Brabantse dorpenderby doet het erg goed. Meer dan 25.000 Brabanders hebben de laatste weken hun stem al uitgebracht op een van de 10 finalisten. De Brabantse leefbaarheidswedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met Omroep Brabant TV. Het is een mooi initiatief, want op die manier kunnen Brabanders zelf meewerken aan hun eigen omgeving en krijgt beleid uit het provinciehuis ook echt vorm. De dorpenderby is heel belangrijk, want het gaat over leefbaarheid. En leefbaarheid gaat over de mensen in Brabant. En wij vinden de dorpenderby vooral belangrijk, omdat het laat zien hoe mensen zelf de schouders eronder kunnen zetten, met ideeën kunnen komen, maar ook zelf met de uitvoering aan de slag gaan. Ja, ik vind het wel goed dat er dorpen gesteund worden in speciale initiatieven, zeg maar. In een kleine gemeenschap is het belangrijk dat iedereen met elkaar bezig is. Het moet zo blijven zoals het is. Leefbaar. Allemaal wat dichterbij halen. Niet zo ver weg in pakken en in stadhuizen en weet ik het allemaal. Gewoon hier in het dorp houden. Is goed. De Brabantse dorpenderby is één. Maar de succesformule is op meerdere terreinen toe te passen. En ook al toegepast. Wij vinden het vanuit de provincie belangrijk dat mensen mee kunnen denken over allerlei onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld het profiel van de nieuwe commissaris. Maar we hebben ook een wedstrijd gehad over de weg van de toekomst. We hebben in het kader van Mooi Brabant via internet de mening gepeild. En zo zijn er nog talloze voorbeelden van hoe we burgers betrekken bij ons beleid. Ja, het leeft. Het leeft echt. Iedereen heeft erover en zo. En iedereen, bent wel eens stemmen, En hebben al gestemd. Ja, dat hebben we. Zoals gezegd. De finale van de Brabantse dorpenderby wordt op zaterdag 13 juni om 7 uur 's avonds uitgezonden bij Omroep Brabant TV. Daar geeft de jury haar oordeel en wordt de uitslag van het internetstemmen bekend. Daarna kunnen de kijkers door bellen en sms'en live stemmen op de overgebleven top 3. Nu de Brabantse dorpenderby zo is aangeslagen, is de vraag: komt er een deel 2? Of die wedstrijd weer terugkomt, weet ik niet. De reacties zijn ontzettend positief. Wat in ieder geval hoog op de agenda blijft staan, is leefbaarheid. Hoe voel jij je in je eigen woonomgeving en hoe kan je daar zelf het verschil maken? U gaat toch wel stemmen op de dorpenderby? Ik denk het wel, ja. Maar nou hoor ik eens bij achter.